Ondertussen is aangeschoven Franska Stuy. Want als iemand is die de Nederlandse vrouw kent, naast Umberto Tan, dan is dat Franska eigenlijk wel. Want Franska, ja, soms moet je een valse tussenzin tussen gooien. Jij was 16 jaar lang hoofdredacteur van Libelle. Ja. Dat ben je niet meer. En nu hou je alles bij op het gebied van mode, beauty, lifestyle. Niet op papier, maar digitaal. En dat doe je met een eigen site. Welkom. Dankjewel. Dat is een groot avontuur, een eigen site. Waarom ben je eraan begonnen? Ja, omdat ik eigenlijk vanaf het moment dat je online kon, dat het ineens bestond, dan was ik zo enthousiast meteen over. Ik zat echt te roepen, ik zit gewoon in Amerika nu. En ik vind het ook zo leuk, het gaat zo snel en je kunt ook reageren. En ik zie nu ook op Facebook krijg ik heel veel reacties. Ik kan gewoon meteen antwoord geven. Ja, ik vind dat heel lekker. En ben je ook als oud-hoofdredacteur van dat beroemde damesblad, ben je ook een soort icoon voor dus miljoenen vrouwen eigenlijk? En dat helpt bij zo'n site opzetten? Dat is wel handig, ja. Ik hoef me niet echt voor te stellen. Welke dingen doe je nou anders op een site dan in het blad? Ja, je gaat veel sneller, hè. Dus je kan heel snel schakelen. En je hebt een fout erop staan. Je denkt, hoeps, snel veranderen. Maar ook, ik kan ook, omdat het van mij is, kan ik lekker doen, eigenlijk alles doen wat ik leuk vind. Want ik hou ook niet alleen van stamppot, maar ook van champagne. Ik hou niet alleen van Domburg, maar ook van New York. Ik kan lekker helemaal mijn ei daar kwijt. En wat ik ook weer kan doen is tekenen. Dat deed ik. Ik ben ooit als modeontwerpster afgestudeerd. Dit is jouw tekening? Dit is mijn zelfportret. Hij knipoogt normaal. Een aquarel? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, maar we hebben wel een bewegende motor die ook van jou is, volgens mij. Dat ziet er ook echt fantastisch uit. Ja, dus maar dat heb je nu eigenlijk weer opgepakt. Ja, dat ben ik weer gaan doen. Ik ben al een beetje, ik heb het heel lang niet gedaan. Nou, een beetje aan het oefenen. Maar het gaat, volgens mij gaat het redelijk goed. Ja. Wat ik me afvraag, ik weet niet of jij dat herkent, Umberto. Het lijkt wel of vrouwen veel meer bezig zijn met magazines, met bladen, dan mannen. Wat is de verklaring daarvoor? Ik heb een beetje veel vrouwen dan. Want ik moet eerst wat ik doe hier, ik pak meteen die bladen. Ik ga meteen. Ik heb een soort van leeshonger. Maar volgens mij is het toch sowieso zo dat vrouwen meer lezen dan mannen. Althans, bladen lezen. Ja, ook boeken. Ook boeken. Maar zo'n nieuwe revue en panorama, dat wil allemaal niet. En die vrouwenbladen, dat gaat maar door. Maar hoe komt dat? Ja, vrouwen die vinden dat gewoon leuk om mooie dingen te zien. Dat merk ik nu ook met mijn online magazine. Ze vinden het gewoon heel mooi uitzien en dat vinden ze lekker. En even lekker tijd voor jezelf. Ik weet niet wat mannen kijken natuurlijk voor. Ja, wij doen ook wel dingen, maar dat is echt hele. Nou, ik weet wel dat vrouwen over het algemeen iets meer woorden nodig hebben. Dus die woorden wil je ook tot je neemt. Toch? Nee, of het algemeen. Ik weet dat op een gegeven moment. We zitten bij een van die goede doelenprogramma's. Ik weet dat er was op een gegeven moment een bron in een van de landen in Afrika waar vrouwen water uithaalden. Toen hebben ze die bron in het dorp gemaakt, waardoor ze hun wandeling niet meer hadden. Ja. En die vrouwen, die hebben uiteindelijk baalden ze ervan dat dat water in het dorp was. Want ze waren hun moment even kwijt. Dat ze, terwijl het echt vreselijk werk was met 20 kilo op je hoofd en verlopen in die zon. En toch vonden ze het jammer, omdat ze hun moment kwijt waren zonder die mannen even. Herken je dat? Ja, dus jij maakt een soort van waterbron waar mensen echt. En daar komt het tegen. Vrouwen hebben veel aan hun hoofd. Ja, ze hebben een beetje vandaan. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Ja. Maar je vult die site niet alleen, neem ik aan. Nee, toch? Ik heb allemaal vriendinnen. Ik heb Maybrit, Mobach, Margreet. Ik heb Jannie van der Heijden werkt mee. Jannie ook? Die schrijft zich ook surf volgens mij, toch? Maar die kan het ook heel leuk. Ja. En leer je daar dan ook koken van? Of kon je dat al heel erg goed? Ik kan eigenlijk best wel goed koken, ja. En Wieke Biesheuvel werkt mee. Ja, dat is echt een vriendin van jou. En het is niet vrijwilligerswerk. Echt. Wat? Schrijven? Nee, wat zij doen. Ze moeten wel wat krijgen, wel betaald gewoon. Ja, natuurlijk. Maar waar schreef je nou? Hoe groot moet Franska.nl worden? Nou, ik heb helemaal geen getal in mijn hoofd. Maar ik zie wel meteen al dat het heel snel gaat. Dat het heel snel groot wordt. Ja. Wat is de rubriek die je gelanceerd? Vorige week gelanceerd. Ja. Nou, hoeveel zit je dan nu? Dat kunt toch aantal. Ik geloof dat we nu op unieke bezoekers 25.000 zitten of zo. In een week tijd? Ja. Dat is veel. Grappig, hè? Dat is een tijdschrift. En ik had me voorgenomen iedereen persoonlijk te antwoorden. Nu lukt het nog. De mensen die ze schrijven niet alle 25.000. Oh, ik wil net zeggen. Maar ik geef antwoord. Ik vind het echt fantastisch dat je dat doet. Wat is een rubriek dat zegt, ja, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Dat zou ik ontzettend graag willen. Dat ik dat voor elkaar ga boksen. Iets wat ik nog niet. Ja? Nou, dat jullie gewoon gaan schrijven ook, hè? Wij? Ja, wij? Ja, gezellig. Nou, het is wel, ja, lekker beppen. Nee, want wij gingen vroeger altijd naar de wasplaats samen. Maar die hebben ze al opgegeven. Oh, en dan komt het er niet meer van. Oh, ja. Beppen met Albert en Umberto. Beppen met Albert en Umberto. Lieve Albert. Moet je nou eens horen wat ik deze week heb meegemaakt? Oh, man. Dat vind ik leuk. Even Franska, ontzettend veel succes. En we gaan het allemaal volgen. Dank je wel. Okay.